De 72 gesneuvelde militairen van de Binnenlandse Oorlog van 1986 tot 1991 zijn vandaag voor het eerst herdacht door het ministerie van Defensie. De herdenkingsplechtigheid vond plaats in de Mimrebuku-kazerne en zal een jaarlijks terugkerend karakter krijgen. Deze dag is bedoeld als eerbetoon aan de gesneuvelden voor hun moed en het geven van hun hoogste goed bij de bescherming van de natie. Nabestaanden krijgen ook de gelegenheid om de gesneuvelde militairen gezamenlijk te herdenken en zo het verlies van hun dierbaren adequaat te verwerken. Er is voor gekozen om de herdenkingsdag op 8 augustus te houden, omdat op deze dag in 1992 een vredesakkoord werd ondertekend. Minister Ronnie Benschop, die een bloemenhulde bracht bij het monument aan de Gravenbergstraat, benadrukte dat Suriname nooit meer te maken mag krijgen met een binnenlandse oorlog. Namens de president van Suriname, moet ik u van harte welkom heten bij herdenking. Eerste herdenking van de gevallenen van het binnenlands conflict. Een conflict dat in ons geheugen zal blijven, maar een conflict dat zich nooit meer mag herhalen. We gaan door een zeer moeilijke tijd in het land, niet hier alleen, wereldwijd. We moeten de kop bij elkaar steken, de handen over de schouders slaan en een ieder die een verlengstuk is van de defensieorganisatie, die steun bieden die ze nodig hebben voor de nabestaanden van de gevallen militairen. We moeten ervoor zorgen. Het is ons land, dus we moeten ervoor zorgen dat we Suriname rustig moeten houden, vrij van conflicten. De minister beloofde een noodfonds in te stellen ter ondersteuning van de nabestaanden. Problemen zijn er om opgelost te worden. We gaan ze gezamenlijk oplossen. En ieder van de familie van Defensie wordt hierbij ook medegedeeld dat any problem die we mogen hebben, de structuren zijn. En ik ben momenteel in gesprekken met de Vereniging van Ex-Militairen. Donderdag hebben we een vervolgend gesprek met de leden van het departement, de leden van het leger. En we gaan ons beijveren om inderdaad een fonds in het leven te roepen om de nabestaanden van deze strijdmakkers te ondersteunen in het dagelijkse leed die ze nog steeds moeten voelen. Tot zover minister Ronnie Benschop vandaag tijdens de herdenking van de 72 gesneuvelde militairen van de Binnenlandse Oorlog. Die duurde van 1986 tot en met 1991.